Een mijlpaal. Ons land heeft in totaal 18 miljoen inwoners, meldt het CBS. En wie die 18 miljoenste Nederlander is, is niet precies bekend. We hebben er slechts acht jaar over gedaan om van 17 naar 18 miljoen inwoners te gaan. Dat is twee keer zo snel als het vorige miljoen erbij. De groei van 16 naar 17 miljoen duurde 15 jaar. De belangrijkste reden is niet zozeer meer geboorte. Er komen meer migranten hier naartoe. En dat zie je duidelijk aan deze cijfers. Het aantal wel in Nederland geboren inwoners steeg in acht jaar van 14,9 naar 15 miljoen. En het aantal dat hier niet is geboren dan veel sneller toe, van 2,1 naar bijna 3 miljoen. De bevolking wordt dus diverser. En ook ouder. De gemiddelde leeftijd steeg van 41,5 naar 42,6 jaar. En waar gaan dan de meeste mensen wonen? Zoals op deze kaart te zien is overduidelijk in de Randstad. De gemeente met de meeste inwoners per vierkante kilometer is Den Haag. En aan de randen van ons land is die groei veel kleiner. Daar zijn zelfs krimpgebieden.